zo slecht, maar oké, laten we het gewoon doen. Ja, goed. Hallo mensen, hartelijk welkom bij Banyantown. Het is Vraagje Vrijdag en we hebben natuurlijk een ontzettend leuke vraagjes gehad. We zitten hier met Rick, Jordi en Juri. Hallo jongens. Hallo. Hoe bevalt het hier? Ja, gezellig. En ja, waar zitten we eigenlijk? Amsterdam. Amsterdam, bij de hoede. Op naar de intro. Nou jongens, we zitten nu bij Mediacraft in Amsterdam. En wat gaan we nu doen? Vragen beantwoorden, oké. De eerste vraag komt van Martijn van der Rijn en hij zegt: wat vinden jullie van de GTA 5 online problemen? Ja, is te verwachten toch? Ik kan niet connecten. Ik heb geen eens GTA. Ik vind juist, wat vinden ze het eerste verwachten? Juist! Duidelijk jongens, we gaan op naar de volgende vraag. Help! Echt iedere keer als er een game komt met een online server, iedere keer weer. Oh, we hadden niet zoveel mensen verwacht. Je verkoopt die game meer dan een miljoen miljard, keer. Miljard keer verkocht. En dan komen, nee, miljard keer verkocht. Dan zou 1 op 7 mensen in de wereld GTA hebben. Dat lijkt me een beetje een moeilijke. Ja, is echt waar. Zo. Nee, er is €1 miljard opgebracht. Ja, dus miljard dat is dat bedoel ik. Is er een miljard keer verschil. Verkocht. Maar moeilijk met die er zijn zoveel mensen die game online gaan spelen. En dan moet je toch je servers klaar hebben liggen daarvoor? Om te huilen. Van Rockstar had ik beter verwacht. Kom maar. Ja, nou, ik ben in ieder geval wel tevreden met het feit dat ze het aangekondigd hadden. Dat ze zeiden van jongens, we gaan ze meteen online gaan we lanceren, maar het wordt één grote faal. Dus jullie weten dat. Over 2 weken gaan ze kijken wat de problemen waren. Nou, er zijn al problemen en dan gaan ze het oplossen. Dus ja. Pas over 2 weken, waar slaat dat op? Dat moeten ze gewoon nu fixen. Ik bedoel, die game is al verkocht. Die mensen hebben ook vakantie. Oh Jan, please. Nou, wat zou je doen als je homo bent, nee, Jordi? Ja, dat ben ik toch al. Dus, ja, dat is gewoon dit. Dat is gewoon naar de wallen toe gaan, Amsterdam, weet je. Zijn er mannelijke strippers? Zijn er mannelijke strippers, denk je? Ja, natuurlijk. Kijk maar. Hoe moeten we hier nou vinden, Rick? We zitten hier tussen. Ja, het is woel. Het knelt een beetje hier. Dat is in mijn broek. Het begint te knellen in mijn broek. Volgende vraag. Wat moet je doen als je een biscuitje in de Fernandes hebt laten vallen? Ik denk gewoon opeten, denk ik. Wat is de Fernandes? Alcohol. Die voetballer. Is het nou een suikerdrankje voor voetballer? Make up your mind, woman. Of diegene die Patrick Fernandes van Fitness People. Ja, als ik daar mijn koekje laat vallen, zou ik hem opeten. Je weet dat de Village People is eigenlijk helemaal niet van Patrick Fernandes. Dat is van Baywatch, Jeff. Ja, nee. De Village... Want to be alive is niet van de Village People. Okay, wat denk je, Juri? Ik denk als je je biscuitje in de Fernandes laat vallen, dat je hem dan gewoon weg moet gooien in de prullenbak. Ja, echt de diehard man, die eet hem gewoon volop op natuurlijk. Ja, nou, dan ben ik geen diehard man, dus blijkbaar. Hij is geen diehard man, jongens. Ik vind het een beetje een stom antwoord. Dat kan niet. Dat is een leuke vraag. Jordi, wil jij tegen Rick aanturken? Stop. Kom maar. Nee, dat is geen... Ja, nee, ja? Hij zei, je mag ja, je, ja. Het antwoord is ja, je hoeft niet te doen. Ja. Ja, wil je. Dat is een wil je. Ja, ik wil graag tegen Rick aanturken. Blijf staan. Work it. Matthijs Loggeman vraagt, welke pornofilm vind je het leukste? Ik ken er al wijze veel, maar One Priest, One Nun vind ik sowieso goed. Rick ook. Je hebt er ook eentje waar dan zeg maar kleine kinderen, ook een meisje en een piemel heeft, die vind ik ook heel erg leuk. Maar in Japan kan alles, dat is zo'n tekenfilm. No money. Hier, die vind ik het gaafst. Voor de kenners van de No Money Here Sucker Kok, Old Man, Old and Young Bicycle Repair, volledige versie. Ik heb hem gevonden na 2 uur zoeken. Op een Nederlandse porno staat hij als het goed is. En holland.nl. Fietsopa.nl. Fietsopa.nl. Fietsopa.nl is een infosite over fietsopa, dus het filmpje zelf staat er niet op. Spaar jezelf de moeite. Het is gevaarlijk, we laten Rick die microfoon niet meer vasthouden. Oké, jongens. Welke Pokémon zouden jullie zijn als je een Pokémon zou mogen zijn? Bardo Snorlax, toch? Bardo Snorlax. Wat zou ik doen? Even denken. Vincent, je loopt weer te huilen, man. Ja, sorry, ja. Godverdomme, Vincent. Fuck jou. Ik zou zelf een Charmander zijn en dan mijn vriendin een Squirtle. Oh, shit. En jij, Jordi? Ik denk dat ik een Ditto zou zijn, want ik hou wel heel erg graag om van met hetzelfde geslacht seks te hebben. Godverdomme. Ik snap het aan later pas. Ik heb Pikachu. Ik zou van Mewtwo gaan, omdat hij gewoon epische quotes heeft. Gewoon een
dat wel, ja. Bitch. Je bent een clone, bitch. Hij is gekloond. Ja. Oké, okay, jongens, wat was je favoriete rare liedje wat je vroeger zong? Ik hoor net Honky Ponky Shanghai. Doe hem dan. 3, 2, 1. Honky Ponky Shanghai. Honky Ponky Shanghai. Stan van den Berg vraagt: hoe zou je het vinden als je bij DDG zat in plaats van Banjertown? Kat. Nou, waarschijnlijk was ik nu aan het zwemmen aan het geld. Ja, wat ik hier allemaal verdien. Ja, dat is niet normaal. We moeten maar teren op deze kleding en zo. Ik heb mijn eigen shirt opgegeten vanmorgen uit wanhoop. Dus jij zei voor het geld zou je bij DDG gaan? Dit is een oproep, David. Bel me. Het is 06. Thomas Mokking vraagt: waarom zijn bakfietsen niet geel met rode stippen en een paars randje, maar gewoon bruin en zwart? Drugs. Ja, de Robin. Ze wel. Geel met bruine rode stippen. Soms, als je goed. Volgens mij heb je het juist omgedraaid, volgens mij was het anders. Ik denk dat deze persoon gewoon echt problemen heeft. Ja, je kan altijd bellen met 06. Of je kan naar de website. Ja, fietsenopa.nl. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze Vraagje Vrijdag. Laat een groen duimpje achter en abonneer op Banjertown. Jongens, bedankt en tot de volgende keer. Doei doei! Later!